mogen de heilige Christoffel hier nabij zijn, wanneer je gebruik maakt van deze fiets en die veilig en zalig weer naar huis mag brengen. En daartoe zal ik deze fiets zegenen, namen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Proficiat. We vieren het komende week, 14 juli, het feest van Christoffel. Christoffel betekent Christusdrager. En ik wil het graag ook even een korte legende memoreren. Er was een keertje een klein jongetje, stond aan een woelige rivier, maar die moest aan de overkant. En hij durfde niet. En toen kwam er een grote man en die zei, ik zal je wel naar de overkant dragen. En dat gebeurde. En toen hij aan het lopen was, werd de last op zijn schouders steeds zwaarder en zwaarder en zwaarder. En bijna lukte het niet om dat kindje naar de overkant te brengen. En toen ze toch aan de overkant waren, toen vertelde het jongetje aan die meneer wie hij was. Hij was Christus. En hij had ook aan Christoffel laten voelen welke zware last hij iedere dag moest dragen. De last van de wereld, de zonde van de wereld. En daardoor werd Christoffel geïnspireerd om rond te trekken. En de mensen aan te geven wat de juiste weg was, de juiste levensweg. Hoe ze veilig door leven konden gaan. We hebben afgelopen week mogen ervaren wat voor wereld we leven. Welke broze wereld we leven. Maar we hebben ook afgelopen week ook heel wat Christusdragers, Christoffelmensen mogen ontmoeten. In Valkenburg, in Meersen, waar oude mensen gedragen werden uit het woelige water. En zo roept Christoffel ons allemaal op onze levensweg, Christusdragers te zijn. Christus in ons hart mee te dragen en dat aan mensen uit te dragen. En als we onderweg zijn, gebruiken we daar fietsen, auto's, rollators voor. En die hebben we speciaal vanavond gezegend. Tot die hulpmiddelen tot ondersteuning mogen zijn. Als we als mensen onderweg zijn. En dat hebben we vandaag uitgedragen in deze kerk. Maar ja, nu wonen wij in Egelshoven. En nu kom ik dus iedere keer met de wagen naar de kerk. En nu is er hier een oud gebruik ingenomen. En dat is dus prachtig. Want zoals vorige week wilde ik vertrekken naar de kerk. Ik stond in de wagen, maar de wagen startte niet. Dus hij had me verlaten. En ik denk, als ik dus nu gezegend is, dat hij dus nu wel moet starten. Want anders komt misschien die Heer van boven en die komt hem iets zeggen. Ik heb een aantal jaren geleden heb ik deze auto gekocht. En mijn vaste ding wat ik altijd doe, is dat ik, als ik een nieuwe auto koop, dat ik de auto meteen ook laat zegenen. Maar nou is dan de tijd gekomen dat ze hier wel eens verschillende dingen ondernemen. En zo is ook de heilige Christoffel. En ik heb dan een idee gehad van dat ik mijn auto ook weer laat zegenen. Omdat ik ook altijd naar Oostenrijk op vakantie ga. En ik hoop dan altijd dat ik dan goed en heen mag terugkomen.